Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Het is natuurlijk vandaag zondag, dat betekent vandaag is er een zondag video. En een zondag video is net eventjes een andere video dan normaal, waarin ik natuurlijk tegen mijn camera praat, tegen jullie als kijker, over iets wat ik heb meegemaakt deze week. Op de achtergrond zie je natuurlijk gewoon lekker een gameplay. Voor de mensen die dat fijn vinden, kunnen lekker naar de gameplay kijken. Voor de mensen die naar de facecam willen kijken. Hallo, ik zit hier op. Mocht je het ervan leuk vinden, klik natuurlijk alvast even een like aan, bijvoorbeeld dank. En laten we maar meteen in de onderwerpen gaan duiken. Aangezien we vandaag over twee dingen gaan hebben. Over Maan natuurlijk van het Aapkanaal, die heeft namelijk een video online gegooid. Waar ik het even over wil gaan hebben. En we gaan het hebben over Mytopia. Aangezien er in Mytopia iets is voorgekomen waarvan ik een soort van de schuld krijg, terwijl ik er niks aan kan doen. En de schuld meer vanuit spelers. We gaan het daar in ieder geval vandaag even over hebben om dat recht te zetten. Aangezien er namelijk een aantal dingen zijn die eventjes rechtgezet moeten worden, gaan we in ieder geval lekker in deze video doen. En dat heeft met name ook met tweets zoals dit te maken. Wauw, dit is zielig man. Levels 3 zouden volgens Guido 12k krijgen. En volgens krijgen ze maar 7,5k. Bruh, Mytopia. Goed, waar gaat het over eigenlijk misschien af? In Mytopia zouden mensen belasting terug gaan krijgen. In ieder geval, ik heb een video erover gemaakt. Die was vorige week al online gekomen. En daarin is verteld dat mensen daadwerkelijk belasting terug zouden krijgen. Waarom? Op Mytopia verdienen een aantal bedrijven natuurlijk heel erg veel geld. Miljoenen in de week. En het is wel zo eerlijk en leuk om het te houden dat er toch wel een deel van wordt ingeleverd. Anders zul je zien dat de eerste bedrijven daadwerkelijk freaking miljoenen hebben. Die kopen alles op, kunnen heel de server regeren. En uiteindelijk voor het nieuwe mensen is het soort van, je zou wel naar hun moeten luisteren. Anders werkt het niet. En om dat eigenlijk te voorkomen is natuurlijk het belasting ingeroepen dat mensen natuurlijk geld afstaan. En ja, dat is een behoorlijk groot bedrag. En eigenlijk in overleg met JP en David kwamen we tot de conclusie van, hey, laten we anders gewoon een belasting teruggave doen in de server. Gebeurt natuurlijk in het echt ook na een jaar, kun je ook belastingaangifte doen. Als je het goed doet, krijg je geld terug. Doe je het verkeerd en je hebt iets anders gedaan, wat dan ook, moet je geld bijbetalen. Maar in ieder geval in Mytopia is altijd, je krijgt geld terug. JP en ik hebben dat helemaal uitlopen werken. Wat een heel erg mooi systeem ervoor gemaakt. Dat elk level eigenlijk een bepaald bedrag zou krijgen. Dus een level 1 zou 5k krijgen. Een level 2 zou 8k krijgen. Level 3 12k. Dan 20k, 24k, etcetera. En uiteindelijk hogere levels zelfs 50 tot zelfs 100.000 euro. Daar is in ieder geval het plan. En er was een berekening gemaakt van JP dat het totaal 18 miljoen zou gaan kosten wat terug de server in ging. Nou ja goed, 18 miljoen bij de centrale bank. Waarom niet? Dat kan best. Toen kwam JP eigenlijk al eigenlijk iets later meneer maar op terug. Die zei, Duff, moet je luisteren. Ik heb een berekeningsfout gemaakt. Of, nou, niet dat werkt een berekeningsfout, maar de mensen die dat werkelijk niet meer spelen, wat dan ook, zullen ook het geld gaan krijgen. En daarom is het bedrag niet 18 miljoen, maar 50 miljoen geworden. Nou ja goed, aan de andere kant heb ik zoiets van, nou ja, dan maar 50 miljoen. Kan ik me er heel erg druk om maken? Nee. Ik bedoel, mensen doen zo hard hun best in Mytopia. Die mensen moeten ook gewoon hun geld terugkrijgen. Dus uiteindelijk 50 miljoen gaan worden. Zou betekenen dat de centrale bank zou in waarde halveren. Maakt op zich helemaal niet uit. Want het is puur geld dat ik heb gekregen als het ware. En met, ik bedoel niet op mijn rekening, maar als centrale bank wat ik hoor te beheren. En als ik dat terug de server in kan pompen op die manier, is dat alleen maar goed. Dus uiteindelijk zou het dus zo zijn dat, terwijl ik heerlijke jeuk heb, zou er dus 50 miljoen de server terug worden ingepompt. Dus heel het idee hadden we helemaal gemaakt. Het was netjes uitgewerkt, hoe en wat allemaal. Uiteindelijk is natuurlijk dan JP als projectleider daarmee naar de developers gegaan. En de developers die kunnen dan natuurlijk uiteindelijk gaan uitvoeren in de server. Die kunnen natuurlijk in de serverveld allemaal dingen gaan invoeren. Dat het werkelijk iedereen hun geld krijgt. Dat was, volgens mij is dat vrijdagavond gebeurd. Eigenlijk meteen nadat dat gebeurd is, log ik natuurlijk ook in op de server. Ik ben benieuwd, goh, is het goed gegaan? Heeft iedereen te werk zijn geld teruggekregen? En vanaf dat moment was het een beetje dat ik dacht van, voor mij klopt hier iets niet. Want ik keek natuurlijk al naar mijn eigen geld en voor zover ik kon zien was er niet echt wat bijgekomen. Ja, 7,5k. Ook meteen op straat natuurlijk, hè, want je bent natuurlijk in Mytopia. Dus zijn mensen op straat, begon ook meteen te speculeren van, hey, ik ben level 5. Ik hoor toch veel meer dan 7,5k erbij te krijgen. En natuurlijk ook die 3 die ik net liet zien. Iemand die 3k krijgt ook maar 7,5k. Inderdaad, je hoort meer geld te krijgen. Maar ik zelf had ook zoiets van, hè? Wat is hier gaande? Dus op dat moment ga ik natuurlijk dan in gesprek met de developers van, jongens, moet je luisteren. Volgens het idee was dit en dit het geval. Maar iedereen heeft 7,5k gekregen. Is er een nieuw plan of wat dan ook, weet ik niks van weet? Ja, er is een nieuw plan, Duffy. En toen dacht ik, hè, een nieuw plan? En op dat moment ben ik natuurlijk naar JP gegaan op Skype van, joh, moet je luisteren, heb je mij iets uit te leggen? Want ik weet hier helemaal niks van. En toen zei hij eigenlijk al meteen, ja, sorry. Dus eigenlijk wist hij al meteen van, oh shit, I fucked up. En wat ik ook nu meteen ga doen is, nee, we gaan JP hier niet voor blamen. Want ik ga natuurlijk nog wat nadere informatie erover geven. Hij kon er op zichzelf ook niet veel aan doen. Goed, wat is nou daadwerkelijk gebeurd? JP is die avond met developers op Teamspeak geweest. Natuurlijk om te praten, hè, van, hè, dit en dat moet er gebeuren, het geld moet terug de server in, bla 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 bla. Op een gegeven moment zijn natuurlijk de developers ermee bezig en die kijken natuurlijk naar de server, naar hoe dat allemaal gaat en wat dan ook. En dat is zoiets van, om in één keer een bedrag van 50 miljoen
terug te pompen in de server. Dat zijn zoveel getallen natuurlijk wat allemaal moet verspringen. Is de kans dat er iets geduped gaat worden, dat de dingen gaan uitvallen, et cetera, zo ontiegelijk groot, dat we dat risico eigenlijk niet durven te nemen. En toen moest er eigenlijk, wat ik heb meegekregen, een nieuw plan worden bedacht. Eigenlijk letterlijk precies op het moment dat ze ermee bezig waren. En toen werd uiteindelijk het bedrag, als we nou voor iedereen hetzelfde bedrag op hun rekening zetten, kan het wel, omdat dat gewoon in één keer kan gaan en niet dat we bepaalde levels bepaalde bedragen moeten gaan geven. En toen kwamen ze eigenlijk tot de conclusie, weet je wat, we doen gewoon iedereen 7,5k. Voor de lage mensen is het natuurlijk meer, zeker voor een level 1, wat dan ook. En voor de wat hogere mensen levert natuurlijk behoorlijk wat in. En wat je nu hoort in dit verhaal is, ik zelf wist daar niks van. Ik moest dus achteraf ook ondervinden wat er in dit geval gaande was. En ik kan jullie melden natuurlijk, ik heb daar met JP een flinke woordenwisseling over gehad. Ik voelde me op dat moment natuurlijk, ik voelde me op zich genaaid. Want ik heb natuurlijk een video online staan waarin ik jullie als kijkers op zich bakken met geld beloof. En uiteindelijk gebeurt het niet. Dus ik was daar behoorlijk pissed off over. JP heeft uiteindelijk alles natuurlijk uitgelegd. En die heeft ook meerdere malen zijn excuses aangeboden. Die voelde zich ook de behoorlijk kloten over. Maar die begreep mijn reactie ook voorkomen. Natuurlijk uiteindelijk, ik bedoel, er zijn allebei volwassen mannen wat dat betreft. We hebben flinke woordenwisseling gehad. Maar daarna ga je het ook wel met elkaar praten. Je gaat relativeren. En uiteindelijk heb je ook zoiets van, ja weet je, het is nou eenmaal gebeurd. We kunnen hier vrijwel niks aan doen. Want het is nou eenmaal gebeurd. En er moest een oplossing komen volgens hem. Alleen ik had zoiets van, ja, kom in vervolg eventjes naar mij toe erover. En dan weet ik ervan. Kunnen we misschien het even uitstellen. Kunnen we een rectificatie maken. Etcetera, etcetera. Was je het ook helemaal mee eens. En hij zei ook, ja, ik heb hier en daar misschien wel een foutje gemaakt. Het spijt me enorm, bla bla bla. Ik heb uiteindelijk natuurlijk ook gezegd van, ja, weet je, nou goed. Is helemaal gebeurd. We kunnen het nu niet meer terugdraaien. Maar in vervolg kom alsjeblieft naar mij toe. Dat heeft natuurlijk ook wel wat dingen losgemaakt natuurlijk in de groep. Dat er toch wel weer beter overleg moet gaan worden, et cetera, et cetera. Om natuurlijk in het vervolg dit soort dingen te voorkomen. Goed mensen, en dan nu gaan we nog eventjes hebben over Maan. Waarom gaan we het over Maan hebben? Omdat Maan mij een tweet had gestuurd waarin hij vroeg van, Guido, zou je alsjeblieft eventjes mijn eerstvolgende video willen kijken? Een nieuwsvideo die omlaag gaat komen, zou je even willen kijken? Want ik vertel nogal wat belangrijke informatie in. En ik zou het erg fijn vinden als jij ook daadwerkelijk die video zou gaan kijken. Ik heb weer niet op zijn tweet gereageerd. Ik heb wel de video gekeken, want ik vond de tweet toch wel iets hebben van ik dacht van, dit kan wel eens behoorlijk serieus zijn. En ik ben natuurlijk gewoon toen naar zijn kanaal gegaan. En we hebben waarschijnlijk allemaal wel zo'n beetje die video gezien. Heb je hem niet gezien? Dus ik zeg, ga even naar het Aapkanaal kanaal. Super fantastisch. En daar kun je in ieder geval de video zien. En wat je eigenlijk ziet is een jongen die in tranen zit achter zijn cam en zijn verhaal vertelt. En zijn verhaal vertelt omdat hij op een gegeven moment heel erg veel haat heeft gekregen. En deze video die ik hier nu maak is niet om hem een hart onder de riem te steken, wat dan ook. Het is meer om wat meer duidelijkheid te geven, omdat het ook een deel over mij ging. En daar wil ik toch eventjes wat duidelijkheid over geven. Maar goed, even kort samengevat voor de mensen die het niet hebben gezien. Hij maakte een video over dat hij behoorlijk erg gehaat werd omdat mensen hem subhoer zouden noemen of aandachtsgeil zouden noemen. Dat hij onder video's reacties plaatst, et cetera, et cetera. En daardoor sub zou krijgen. Dat vonden mensen mijn aandachtshoer. En het werd zo erg dat hij er gewoon, ja, gewoon niet meer tegen kon. En ervan helemaal in tranen was. En gewoon zichzelf ervoor ging verontschuldigen. En toen kwam ook aan bod dat mensen blijkbaar zouden zeggen dat hij aan mij geld zou doneren. Om op die manier subs te krijgen vanaf mijn kant. En daar wil ik toch even wat meer duidelijkheid over gaan geven. Omdat ik het wel erg makkelijk vind om zoiets te gaan zeggen. Aangezien voor de mensen die mij kennen, die weten dat als je bij mij doneert op een stream, krijg je bij mij geen voordeel. Je gaat bij mij geen voordeel krijgen dat ik dan opeens met je ga skypen, dat ik dan in één keer met jou meer video's ga maken, wat dan ook. Nee, dat gebeurt niet. Waarom niet? Omdat ik weet van mijn kijkers die ook gewoon naar mijn streams kijken, puur komen dat ze fun willen hebben. Ze willen gewoon lekker naar mijn stream kijken, willen helemaal niet doneren, willen gewoon vermaakt worden. Hey, supergoed, daar doe ik het voor. En natuurlijk is er ook mensen die zoiets hebben van, nou weet je wat, ik wil Duffy best supporten. Ik stuur een euro naar hem of ik stuur 10 euro naar hem. Mag ook, ga ik je dan anders behandelen? Nee, waarom niet? Omdat ik dan mensen die daadwerkelijk wel dat kunnen doen, zou gaan voortrekken op de mensen die dat werkelijk niet kunnen doen. En dat geldt ook hetzelfde bij Maan. Ik ga Maan niet doordat hij geld doneert voortrekken bij wat dan ook. Ja, ik heb video's met hem gemaakt, of één of twee keer volgens mij. Hij heeft ook meegedaan bij mij in een video. Maar dat heb ik met meerdere mensen gedaan. Dus dat, daarentegen doneert hij niet om daadwerkelijk subs te krijgen vanuit mij. Want anders zou hij wel daadwerkelijk elke week bewijs van op mijn kanaal komen om in die video's te komen. Dus heeft hij dat werk dan profijt van? Nee, want ik zie Maan ook nog gewoon als Maan. Gewoon de jongen die gewoon naar mijn video's kijkt, die mij gewoon wil supporten. Ik heb ook vaak genoeg naar Maan e-mails gestuurd dat ik zeg van, yo gozer, je hebt weer gedoneerd. Wil je niet dat ik je geld ga refunden? Weet je zeker dat je dit wil? Ik bedoel, het is veel geld. Ik wil het best naar je terugsturen. Geen enkel probleem. No hard feelings. Ik ga je daarom niet haten, wat dan ook. En hij zei, nee Duffy. Ik vind jou gewoon een chille dude. Ik wil je gewoon supporten ermee. Ik vind gewoon dat jij het verdient. Hou het geld gewoon. En het is eigenlijk meerdere keren voorgekomen dat ik gewoon naar hem, hè, natuurlijk dan een mail opgestuurd. Want natuurlijk, het is veel geld waar je in één keer van zo iemand gedoneerd krijgt. En natuurlijk dan heb ik ook zo mijn vraagtekens van, wil die dat dan wel? Is niet gewoon een foutje, wat dan ook? En dan ga ik dan ook serieus achteraan. Alleen
keer op keer heeft gewoon gezegd, nee Duffy, ik wil je supporten, ik gun het jou. En hou het geld gewoon, doe er wat leuks mee en have freaking fun. Dat was toch even de extra duidelijkheid die ik jullie wil geven. Dat het dus niet is dat doordat hij mij geld doneert, dat hij dan subs ervan krijgt. Wat ook, want anders had hij wel meegedaan in veel meer van mijn video's. En dat is in dit geval dus niet het geval. Ik behandel hem hetzelfde als een kijkje die niet kan doneren. Omdat ik op die manier het gewoon eerlijk wil houden. Goed mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik hoop dat hier genoeg duidelijkheid in is vermeld in deze video, hoe het nu eigenlijk allemaal een beetje zit. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet natuurlijk niet even om een like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet om op abonneren te klikken. Als je nieuw bent, laat ik gerust het in de reacties achter. En mensen, tot de volgende keer.